Ik ben Ryan Krijnen, bewegingswetenschapper en sportpsycholoog. En ik doe hier veel met training en beweging en met mensen die met kanker te maken hebben. Daar begeleid ik ze eigenlijk bij, zowel voor, tijdens als na de behandeling. Fysieke trainingen houdt meestal in dat we verschillende facetten van de fysieke gesteldheid aanspreken. Dat wil zeggen conditie, kracht, maar ook lenigheid en mobiliteit. Balans komt ook vaak terug. En zo proberen mensen op alle vlakken gezond te krijgen, fysiek. En dit is belangrijk eigenlijk alle momenten van de behandeling. Voor word je eigenlijk zo sterk mogelijk een behandeling in te gaan. Tijdens om eigenlijk zo snel mogelijk van klachten weer af te komen. Dus dingen als vermoeidheid of pijnen en zo helpt het vaak ook mee. En achteraf ook. Dus eigenlijk wat er gebeurt is je herstelt sneller van de behandeling. En daarnaast heeft het ook een heel groot positief effect op je mentale gestel, bewegen. Ja. Ja. Dus dat. En naast de dertige training doe ik ook met coaching. Coach ik ook mensen die met kanker te maken hebben. En daarbij help ik ze eigenlijk om een gezondere leefstijl aan te leren. Dus moet je eigenlijk denken aan het aanleren van de juiste gewoontes. Die je herstel bevorderen. Want daar draait het eigenlijk om. Hè. Hoe herstel ik van de behandelingen die ik gehad heb. En daarbij zijn verschillende facetten belangrijk. Nou, we hebben het net over beweging gehad. Maar naast beweging heb je ook dingen als slaap, voeding, ontspanning. Heel belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld hoe je de balans tussen je werk en je privéleven houdt. En hoe je eigenlijk je energie verdeelt. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de dingen die ik hier doe bij het huis. Ja, en dan hoor je wel vaak hè, dat mensen na een diagnose denken van nou, ik ga me even niet sporten, kom er zoveel op me af. Klopt. Wat zou je dan toch tegen die mensen willen zeggen? Ja, dat hoor je inderdaad heel vaak. Dat mensen denken van oeh, dit is nu niet het moment te gaan sporten, maar dit is juist het moment in beweging te komen. Mm-hmm. Het is een hele goede afleider. Dus je kan eventjes je hoofd ergens anders op focussen. Mm-hmm. Wat uiteindelijk je ontspanning brengt. Verder, omdat je dus in een groep traint, of regelmatig eigenlijk de keuze hebt om in een groep te trainen. Ben je met lotgenoten. En lotgenoten begrijpen veel beter in wat voor situatie jij zit dan de mensen om je heen. Over het algemeen dan. Ja. En het is gewoon fijn om je verhaal te kunnen doen. Mensen die je eigenlijk begrijpen zonder dat je er heel veel woorden voor nodig hebt. En je daarbij dus ook kunnen ondersteunen. Verder zie je ook veel dat eigenlijk soms mensen niet zo goed weten wat ze moeten verwachten. En dan is het wel prettig inderdaad als iemand het al heeft meegemaakt. En je eigenlijk al een beetje kan inlichten in wat je kan verwachten. En nogmaals, weet je, vaak geeft het lichaam aan van ja, kom, blijf vooral zitten, weet je, ik wil niks doen, kom niet in beweging. Maar de meeste mensen ervaren toch wel dat als ze in beweging komen, dat ze uiteindelijk meer energie krijgen. En dat dingen als vermoeidheid juist minder worden. Ja. Ja. En wat merk je, met welke klachten komen mensen hier naartoe? Bij jou? Het zijn allerlei klachten. Ik zie inderdaad dus vaak dingen als vermoeidheid, maar ook een gebrek aan conditie. Dus dat de conditie achteruit gegaan is, de kracht is achteruit gegaan. Veel mensen verliezen toch wat spiermassa gedurende het proces. Want we hebben natuurlijk de kanker die eigenlijk heel veel energie vraagt. En dat dus ook onder andere je spiermassa gaat aanvreten. Zeker in combinatie met een verminderde eetlust bijvoorbeeld. Wat zie ik verder nog meer? Ja, ik zie... Toch wel dat mensen veel last hebben van spanning en stress. Wat natuurlijk een hele stressvolle periode is, hè, het ziek zijn. En dat sport en bewegen eigenlijk ontspant. Dus dat daar een stukje, daar het ook bij helpt. Wat voor klachten zien we nog meer? Dat ook de verminderde eetlust of het slecht slapen. En ook daarbij is natuurlijk sport en bewegen goed. Of het opbouwen van de juiste gewoontes. Ja. En nou zijn we heel erg ook met reïntegratie. Hè? We bieden nu ook reïntegratieactiviteiten aan hier. Ja. Hoe zou het sporten binnen zo'n reïntegratietraject kunnen passen? Sporten zorgt eigenlijk voor dat je weer belastbaarder wordt. Niet alleen voor het dagelijks leven, maar dus ook voor je werk. Dus op die manier, je wordt dus eigenlijk fitter, zowel fysiek als mentaal. Waardoor je eigenlijk je herstelproces versnelt. Dus dat, ja. Ja. Ik weet niet of er nog iets bij, want de vraag was hoe het kan helpen in de reïntegratie. Ja, ja. Ander ding is grenzen. Ja, wat ik vaak zie
tijdens de lessen of de coachgesprekken die ik geef, dat mensen eigenlijk tegen hun eigen grenzen aanlopen. Ik zeg dan wel vaak, ja, je grenzen leer je kennen door ze op te zoeken. Maar het is wel goed om daar echt daadwerkelijk bewust van te zijn. Van wat zijn mijn grenzen en moet ik er niet overheen gaan? En hoe zorg ik ervoor dat ik binnen mijn eigen grenzen blijf? Ja. 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 Verder, ja, dingen als energieverdeling. Waar ik soms, zeker als ik mensen coach, heb ik het over 3 soorten energie. Je hebt fysieke energie, cognitieve en emotionele energie. En het ligt er maar net aan wat voor inspanning je gedaan hebt gedurende de dag. Welke energie je hebt opgebruikt. En het is goed om daar bewust van te worden. Maar ook vooral om bewust te zijn van, hey, welke eigenlijk herstelactiviteit heb ik om weer mijn juiste energie weer terug te krijgen. En een herstelactiviteit wil niet zozeer zeggen alleen maar sport. Maar kan ook heel goed zijn bijvoorbeeld een wandelingetje of een boek lezen of een gesprek met een vriend voeren. Dat zijn allemaal dingen om eigenlijk je batterijen weer op te laden. Ja, ja. Ja. Mooi. Want jij werkt ook met programma's, dus jij kunt ook een soort programma voor iemand persoonlijk opmaken. Door te zeggen, joh, als je hiermee start, dan is dit wat het oplevert en zo een soort opbouw. Dus er zijn volledige, ja, je zou het hersteltrajecten kunnen noemen. Waarbij we dus op verschillende punten aandacht hebben. Belangrijk is wel beweging en daarbij komt dus eigenlijk leefstijl. Dus er komt dan van alles bij. En dat is natuurlijk wel persoonsafhankelijk een beetje aan het traject. Dus het kan zijn dat we in groepen werken, dat we gezamenlijk een traject ingaan waarbij je dus informatie krijgt over verschillende onderwerpen en daarmee aan de slag gaan. Maar het kan dus ook op individuele basis, waarbij we dus veel meer inzoomen, hey, wat zijn jouw behoeftes en waar kan ik je mee helpen? Wat zijn de dingen waar je bijvoorbeeld tegenaan loopt of de punten waar je juist in wil ontwikkelen? Ja. Ja. Dus over mental health training is eigenlijk dus een traject van een aantal weken, waarbij we dus een opbouw hebben in de trainingen zelf. Dus we beginnen aan het begin, hè, we doen wat testen en meting om te kijken waar je staat. Vervolgens bouwen we de trainingen rustig op en wordt het eigenlijk steeds zwaarder. Meten we je tussendoor en aan het einde. Daarbij houden we ook bij hoe je in je vel zit, dus hoe dat met je gaat. En gedurende de weken krijg je steeds meer informatie over van alles en nog wat. Over waarom beweging goed voor je is, maar ook wat voor ontspanningsoefeningen er zijn. Daarbij zijn de trainingen niet alleen fysiek, maar doen we ook vaak ontspanningsoefeningen. En eigenlijk is het ook een traject waarbij we dus een gezondere levensstijl aanleren, waarbij je dus de juiste gewoontes aanleert. Hoe optimaliseer je je slaap? Slaap is herstel. En herstel is natuurlijk belangrijk, hè? Als je niet goed slaapt, dan is het een van de grootste manieren om roofbouw te plegen bij jezelf. Vervolgens dingen als, we hebben het net gehad over herstelactiviteiten. Wat voor dingen kan je doen om jezelf weer op te laden. Maar ook zaken als waarom is beweging goed, hè? Wat voor soorten beweging. Maar wat kan je ook van een inspanning verwachten? Omdat sommige dingen die gebeuren tijdens inspanning ook heel erg lijken op andere dingen. Denk bijvoorbeeld aan een enorm stressvol moment. Of zelfs een angst of een paniekaanval. Als je een hele zware inspanning levert, dan komt dat heel dicht in de buurt. Dus daar leggen we dan bijvoorbeeld ook wat over uit. En ook de mentale effecten van bewegingen. Waarom het goed is voor je en waarom je er beter van door in je vel gaat zitten. Het voordeel van complexe bewegingen met wat voor effect het heeft op de hersenen. Ja, dus er zijn eigenlijk van allerlei dingen. Ja. Ja.